Beste gemeente, broeders en zusters. Op deze dag noem ik u broeders en zusters, juist omdat wij niet in den lijve samen kunnen zijn. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook niet stond te springen om mijn kerstpreek dit jaar vanuit mijn werkkamer te doen. Want juist nu willen wij samen zijn. Maar nood breekt wet. En onze wereld bleek kwetsbaar te zijn. Toen Jezus voor ons mens werd, heeft Hij ons uitgenodigd tot een revolutie van tederheid. Een revolutie van tederheid. Zou onze fysieke afstand een daad van tederheid kunnen zijn? Door te zeggen, ik pas op jou. Ook als je er niet om gevraagd hebt. Juist nu. Goede gemeente, ik wens u allen een zalig kerstfeest. Hey, heb je al pauze? Ja, wacht even hoor. Wacht even. Mm-hmm. Hallo, één pizza, quattro stationi, alstublieft. Ja. En Merry Christmas. Hey. Dank u wel. Doei. Oh, zo doe je dat. Zo doe ik dat. Heb je dat ook weer gezien? En kijk, ik geef dus bij elke bestelling geef ik dus dit. Zie je het? Als iemand dan een soort illustrator nodig heeft, dan weet ze me te vinden. Dat is toch slim? De site staat er ook op hier. Oh, wat een vet goed idee. Ja, toch? Tot zover, ik doe nooit iets met mijn leven. Bam! Ja, bam! Ja, dat is zo. Nou, proost dan maar. Ja. Proost. Heb je het kerstpakket goed ontvangen? Ja, dankjewel. Mosterdkaas. Heerlijke veganistische kaas met mosterdextract. Zo. Mosterdzaden? Nou, het is dat ik allergisch ben voor mosterd, anders dan... Oh nee, wat stom. Sorry. Oh nee joh, nee, dat kon jij toch niet weten? Ik ben allergisch voor alles uit de mosterdfamilie eigenlijk. Knolraap, mierikswortel, spruitjes. Ja, dat weten heel veel mensen niet hoor. Dat spruitjes ook tot de mosterdfamilie behoren. Ja, dat is echt zo'n leuk weetje dat mensen echt zoiets hebben van... Wat? Echt? Ja, nee, ja. Nou, proost. Ik drink niet, jongens. Ik ben er echt mee gestopt. Hé, je geeft toch niks om? Is toch prima? Nee, is toch prima? Ja, dus ik doe het even zo. Is toch goed? Toch? Ik vind het echt goed. Toch, is toch fijn? Ik vind het fijn. Oh, trouwens. Ja, Jelle zou Jelle niet zijn als hij voor iedereen pizza heeft geregeld vanavond. Oh, jij wilde Hawaii toch, Raf? Of nog? Nou ja. Echt lekker, ik heb er zin in. En weet je, het is misschien ook niet het allergeweldigste kerstdiner ooit, maar... Ja. Godver. Het is in ieder geval iets, wil ik maar zeggen. Toch? En bovendien, ik vind het ook wel echt goals, toch? Pizza als kerstdiner.
Hallo! Toch met jullie. Oh, en voor jou, Sonja, heb ik... Godverdomme, wat heb ik nou? Wacht even hoor. Hield je nou niet van paprika of niet van champignons? Nee, niet van paprika. Oh, godverdomme. Kut, ik heb met... Waar heb ik nou dat... Waar is dat klankerbriefje nou? Nou, dat is nu natuurlijk ineens weg. Ja, tuurlijk, daar begint het al. Wacht even, wacht nou even. Marjel! Nee, Marjel. Fucking bestelbriefje. Marjel! Jelle. Marjel, waar heb je dat K-briefje gelaten? Jelle, waar ligt dat? Ja. We zien het wel. Wacht even. Oh, de tering zeg. Ja, maakt niet uit. Het maakt dus wel uit. Want nu kan ik nog bellen. Snap je? Nu kan ik nog bellen. Om even te veranderen aan Sonja. Marjel, kan je dat fucking kinderspeelgoed weghalen, alsjeblieft? Fucking, waarom is die altijd zo'n hoerenbende? Hebben. Nou, het is toch geen paprika, dus we zitten gebakken. Ja. Ja, het is geweldig dat je dit allemaal hebt georganiseerd, joh. Ja, oh god voor. Ja. Oh, wacht. Kom eens terug. Blijf even zo staan. Dus, Dylan. Je moeder vertelt me dat je iets doet met WhatsApp coaching. Nee, hij is daar dus gestopt. Ik zeg het je, deel. Echt eeuwig zonde. En nu schrijft hij voor zo'n idiote lange Frans complottenwebsite. Dat is een journalistieke baan, mam. Bij een website over de waarheid achter het nieuws. Dil, volgens mij hoef jij helemaal niet zo fel te reageren. Huh? Papa vraagt gewoon iets. Papa? Mam, je kent hem een maand. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat wij geen intense emotionele en fysieke band hebben, Dil? Hm? Dylan, misschien iets voor jou, maar ik las dus laatst dat de aarde helemaal niet rond is. Zijn we ook mooi klaar mee, hè? Dat is een theorie waar weinig bewijs voor is. Corona bestaat dus ook helemaal niet. Heeft Bill Gates bedacht om kinderen uit Afrika te ontvoeren voor zijn pedofielering.
Elvis leeft dus nog, hè? Zeg, Barry, misschien moet jij je wat beter gaan inlezen voordat je allerlei onzin verspreidt. Nee, Dil, doe jij ze even niet zo lelijk? Ha, dan gaan we weer, hoor. Gaan we weer het kleine, benauwde jongetje uithangen? Jezus. Ik dacht dat dat hele gedoe met die Fiona Tutola erop uit zou moeten komen. Mam, waarom blijf ik dit nog proberen met jou? Ik gewoon weer kerst zoals altijd. Gewoon helemaal kut. Nou. Ja, ik snap het godverdomme ook wel, maar het moet wel gewoon een keer gebeuren, snap je? Het moet een keer gebeuren. Ja. Jongens, toen nou. Laten we elkaar nou niet in de haren vliegen, hè? Nee, ik weet het niet. Ik snap dat wel. Nee. Papa is nog niet eens gecremeerd en dan moeten we meteen dat huis leeg gaan halen. Als... Laat maar. Ik bedoel, we zijn allemaal hartstikke moe en helemaal op. En het is kerst en... Sorry, Raf. Sorry, man. Ja. Wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Nee. Hoe bizar is het dat we heel het huis van pa volgebouwd hebben met kerstspullen. Echt bomen, lichtjes. Ja. Ik heb zelfs nog een krans in de voordeur gehangen. God, ja, zelfs dat, ja. Oh, en terwijl, jongens, laten we wel wezen, die man hield helemaal niet van kerst. Ja, precies. Dat is dan wel weer trouwens typisch pa. Hij bekijkt het allemaal eens goed en dan op dat ene goede moment taart hij af. Ja. Dat is pa. Ja. Hij speelt het spel volgens zijn eigen regels. Dat heeft hij altijd al gedaan. Right until the fucking end. Godverdomme. Ah, kijk eens. Wel, wat heerlijk zeg. Proost. Heerlijk, dank u. Heb je een leuk bankje? Ja, zie je die woonwijken hier? Ik denk dat die mensen vanuit die ramen naar mij kijken. Van, wat doet die meid? En vertel, u heeft u helemaal uitgesloofd, zie ik? U ziet hier voor u een salade caprese. Aha. Met echte buffelmozzarella. Wauw, geweldig. Dat maakt echt een verschil, hoor. Oh, u heeft het zelfs helemaal met basilicum opgemaakt, zie ik. U heeft het echt helemaal uit uw broekje laten hangen, mevrouw. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo lekker. Ja, echt lekker. Merry Christmas. Nou, zo'n 100 meter voordat we bij die camping waren, ging jij zo'n hele auto op. Ja! Zo vies! Echt niet, en dat Sonja! Zo verschrikkelijk. En die anderen die begonnen allebei te krijsen natuurlijk. Ontzettend smerig. Ja, en nu wilden we heel snel die tent opzetten. En toen begon het ook weer te stortregen. Maar even hier, wij de hel. Hadden altijd stortregen. We hebben te koken en natuurlijk een beetje die pan met je pakketje gepakt. En heeft hij zo... De bosjes is geflikkerd en toen hebben we de tent zo in de auto gestapt en zijn we naar huis gereden. Hey, weet jij wat een turbo-relatie is? Weet ik veel. Een hele snelle relatie of zo. Nee, ik heb geen idee. Het schijnt dat er heel veel mensen heel snel relaties hebben gekregen dit jaar. En ook dat relaties zich heel snel ontwikkelden. Okay. Omdat er heel weinig afleiding was. Klinkt best wel sad. Ja, vind je? Ja, toch? Er was geen afleiding, dus koos ik jou maar of zo. Nou, herken je het ook niet een beetje? Denk je niet dat als er veel meer afleiding was geweest, dat wij misschien ook niet zomaar samen waren gebleven? Ik denk wel dat we het moeilijker hadden gehad.
Ja? Ja. Ja, denk het. Ja, misschien. Ja, misschien, ja, misschien wel. Ja. Bedankt corona dus. Ja, dankjewel corona. Dankjewel corona. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen. Ik ook niet. Weet je wat ik laatst ook dacht? Nou? Ik ken jouw leven helemaal niet zonder een pandemie. Oh ja. Ik stond elke avond kotsend in de kroeg. Dat is echt zo. Dus ja. Ja, ja. Ja, ja, echt. Ja. Maar ik weet zeker dat ik jou na dat vaccin ook nog wel wat vind, hoor. Zeker. Ik jou ook. Ik jou ook. Ik krijg even iets door van de uil van Minerva. Ja, oh wacht, ik stap uit de partij. Nee, ik word toch lijstduur. Nee, wacht even. Nee, ik ga toch weg uit de partij, maar ik wil wel de naam meenemen. Wist je trouwens dat Thierry Baudet aan Bikram yoga doet? Hou op. Ja, geen grap. Echt? Grappig genoeg, eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk verbaast het me niet. Wat? Nee, dat kan niet. En daarna, als het dieper is ingezonken, denk je, wacht even, nou, dit zou best kunnen. Het is eigenlijk helemaal niet zo. Nou ja, mensen zijn dus blijkbaar altijd meer dan één ding. Ik denk dat hij het doet om af te zien. Een beetje dit. Ja. Ja, ik weet niet. Quo tandem functionum cartellum. Kastijd mij, oh groot partijkartel. Hoe is de pizza, jongens? Goed. Lekker. Ja? Jolanda, moet je niet even... Hey, chips, hoor je dat? Ja. Sorry hoor, het is allemaal weer even heel veel hier. En tot 18 januari is nog best lang. Jonathan, luister. Mama zit nu in een hele serieuze kerstborrel. En als jij daar de hele tijd doorheen schreeuwt, dan komt mama heel onprofessioneel over, ja? Jolanda? Ja? Laat hem er lekker bij zitten. Oh, echt? Tuurlijk. Zo. Hey, Spider-Man. Jij mag weer een tijdje lekker thuis blijven. Ben je wel een beetje lief voor je mama? Verdient ze wel hoor, want ze werkt heel hard en... Dokter Dimitri is hartstikke blij met haar, hè? Mama is eigenlijk ook een soort superheld. Victor, jij kent mijn moeder. Ja, klinkt als een lunch. Maar jongens, bedankt dat ik nog even bij jullie mocht aansluiten. En gecondoleerd met pa. En met Paul. Ja. Thanks, Deel. Fijn dat je er bent. Ja, man. Ja. En ja, weet je, wij... wij zijn toch al een bij elkaar geraakt zoontje, dus ja. Lauren. Hoi. Hey. Ik zag dat je een paar keer gebeld had. Wat is er? Ik ben een eindje gaan rijden. Eindje rijden? Op kerstavond? Ja, even frisse lucht. Maar nou ben ik zo ver gereden dat ik eigenlijk niet meer terug kan. Oh. Maar kan je zien waar je bent? Zie je een naambordje, straatnaambordje of zo? Of een... Ik weet niet, kan je... Dan kom ik naar je toe, lieverd.
ga nu naar je toe, ja? Welkom weer bij een nieuwe video van Alexember deze maand, waarin ik elke dag upload. En vandaag doen wij een kerstdiner, mukbang. En vandaag heb ik een gast bij Alexember, een special guest. Wat doe je allemaal? Hallo. Wat doe je? Nou, omdat je zei van ik ga je nu introduceren, dacht ik kom zo met het thema zo binnenlopen. Oké. Okay. Of is dat stom? Moet ik terug? Nee hoor, Bilal. Ga maar zitten. Oh ja, Bilal trouwens. Bilal, ja. Je bent een neef van mijn buurman, toch? Oom Jochem, ik ben er. Hey, Alex. Yes, oké. Yes. Bilal, wat? Yes. Yes. Wat heb jij meegebracht? Chocolade, kerstchocolade. Roomboter en het bolletje. Voor kon gedeclareerd worden. Toch? Nee. Maar wacht, je dacht ik ga die roomboter, die ga ik dan op die koekjes smeren en dan ga je dat opvreten. Nee, nou, hè? Ik heb eens eventjes flink uitgepakt, jongens. Kijk, ik heb hier een heel kerstpakket. Ik heb namelijk de Oreo-cakejes. Echt lekker. Ik heb er ook best wel veel. Ik heb ook nog kerstbrood. Amandelspijstaaf. Ik weet niet eens wat het is. Het zag gewoon lekker uit. De marsepijncakejes natuurlijk. En ik ben nog niet klaar. Ik heb ook namelijk nog de enige echte luxe kerststol. Eet smakelijk, jongens. En Bilal, heb jij toevallig nog een vraag voor me? Ja, hoeveel abonnees heb jij? Volgens mij op dit moment maar 87.600 of zo. Bijna 88.000. Ja, 10.000 likes, zoiets. Ja. En ben je dan al rijk? Nou, Bilal, dat vraag je toch niet? Nee, dat natuurlijk. Dat is dom. Hoe ben jij begonnen? Oké, Bilal, je hebt nu 5 seconden om jezelf te promoten. De tijd gaat nu in. Nu, go. Ik ben Bilal. YouTube. Dat was het. De tijd is om. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En like deze video als je hem leuk vond. Als jullie nou nog 1000 erbovenop doen, dus 8.500. Dan spreek ik morgen voor de laatste keer nog 1 keer mijn vader. Dus doe je niet like de video. Bedankt voor het kijken. En jij helpt deze arme stakker naar de 100 abonnees. Is dat goed? Ja. Ja, top. Oké, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer. Doei. Doei, tot de volgende.